Oké. Okay. Eerste boek van Samuel, hoofdstuk 16. En de vers 14. De geest van de Heere was van Saul geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem aan. Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem: zie toch, een boze geest van God jaagt uw angst aan. Laat onze Heer toch tegen uw dienaren, die bij u in dienst zijn, zeggen dat zij een man moeten zoeken die op de harp kan spelen. En mocht dat gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat. Toen zei Saul tegen zijn dienaren: kijk toch voor mij uit naar een man die goed harp kan spelen en breng hem bij mij. Toen antwoordde een van de knechten en zei: zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan. Hij is een tapbare held, een strijdbare man, ter zakenkundig iemand die knap is van gestalte, en de Heere is met hem. Saul stuurde boden naar Isaï en zei: stuur uw zoon David, die bij de schapen is, naar mij toe. Toen nam Isaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. Zo kwam David bij Saul en hij stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief en David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen: laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Nou, hier zien wij eigenlijk het begin van het einde van het regie van Saul, de koning Saul, en hoe David komt op het toneel te staan vanaf vers 14. Godgeest verlaat Saul en er komt een boze geest vandaan en het lijkt of de Heer wil even Saul even tuchtigen, van wakker worden en dan zie je dat Gods genade is zo groot en toch wil het niet met Saul eigenlijk elke keer telkens weer. En zien wij dat een van Sauls dienaren, die probeert eigenlijk Saul te helpen om de boze geest uit te drijven. En lezen we in vers 18 dat hij kent een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan. En hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zakenkundig iemand die knap is van gestalte en die Heere is met hem. En er staat hier geen naam van de knecht, ik weet het niet. Was ik te jong? Maar blijkbaar, wat ik kan hier concluderen, dat is een knecht is iemand die is niet met capaciteiten. Hij is lag in de ladder, in de rank bedoel ik, onder de ladder. En daar wil ik u meenemen naar wat Zacharia zegt, bijvoorbeeld in hoofdstuk 13, de vers 7. Hoe God gebruikt eigenlijk de kleinen. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En in het evangelie aan Matthäus, hoofdstuk 11, vers 25, zegt Jezus Christus: ik dank u, Vader, hier van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandelingen verborgen hebt en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. En dat was ook volgens mij met de preek van 2 weken terug toen onze gastspreker had het over de ene Israëlische vrouw die heeft Naaman geholpen. Ja, we kenden haar naam ook niet. En hier tref ik dit ook, nogmaals. En dat vond ik wel een mooi stukje eigenlijk. Dat hij kent David, maar we weten niet wie hij is en hoe kent hij David. Dat weet ik ook niet. En daar ga ik over vers 18 iets meer vertellen vandaag. Van hoofdstuk 16 Samuel. Hij praat over: ik heb een zoon van Isaï de Bethlehemiet. Dus hier gaat het over de achtergrond of de afstamming van David. En dit breng ik in parallel met wat vader Jacob heeft gezegd in Genesis hoofdstuk 49. En dat wil ik even een aantal versen lezen.
Jacob eigenlijk profiteert hier in Genesis 49, de versen 8 tot en met 11. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonden van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd. Zich als een leeuw neergelegd. Als een leeuwen. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de hierstaf van tussen zijn voeten tot Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen van zijn ezelen aan de edelste wijnstok. Eigenlijk hier vertelt hij over de afkomst. En hier lezen we in Genesis dat Jacob profiteert over Juda, de stam Juda, waar David ook vandaan komt. En dat hij wordt de koning eigenlijk. En de scepter zal niet van Juda wijken. En zegt hij hier eigenlijk in vers 10 van hoofdstuk 49 Genesis, totdat Silo komt. Silo hier is niet de plaats, maar Silo hier bedoelt hij vrede of shalom. Of kunnen we zeggen de zoon van David, de nakomeling, Salomo. En hier praat hij denk ik over de vrede, Messiaanse vrederijk. En dit is de type, David is een voorbeeld van Jezus Christus en zijn zoon vertegenwoordigt zeg maar de Messiaanse rijk, duizend jaar rijk, wat wij altijd over hebben gehad. En verderop, wat Jacob eigenlijk profiteert, komt ook in psalmen. Ik heb hier psalm 78 gekozen, de versen 67 en 72, of tot en met 72. Psalm 78, 67. Tot en met 72. De psalm zegt, hij verwierp de tent van Jozef. De stam Ephraim verkoos hij niet, maar hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion, die hij lief had. Dit was een stukje over Isaï de Bethlehemie, dus over zijn afstamming. En daarna gaat hij verder. De knecht zegt, gezien die harp spelen kan. En met andere woorden, hij is een psalmist. En als hij kijkt naar David, hij heeft volgens mij iets van 60% van alle psalmen geschreven. En al de mooie melodieën, eigenlijk. En ik heb ook een mooi stuk gekozen. Ik moet even zoeken. En op psalm 22. Dat is een bekende psalm trouwens. Staat in vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan aan dezelfde psalm, de vers 23. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zangen. Wat hier wordt verteld. David vertelt of profiteert over de toekomst. Maar volgens mij, hij in de geest is hij gebracht, maar hij weet niet wat hij zegt. Of hij snapt niet wat hij zegt. Want hij zegt, God, waarom hebt u mij verlaten? En daarna zegt hij nou, wij gaan die hier verkondigen midden in de gemeente. Spreekt hij hier over de kruis, denk ik. En ook spreekt hij over de opstanding van Jezus Christus, maar ook verre van dat. Want hij noemt de gemeente hier in het midden. Verderop, Petrus vertelt het in Handelingen, hoofdstuk 2, de versen 29 tot en met 32. Ik zal het ook lezen. Dat is een soort bevestiging van wat werd gezegd in psalm 22. Broeders, ik kan u over onze voorvader David rustig zeggen, dat hij dood en begraven is. Want zijn graf is hier tot op de dag van vandaag. Maar David was een profeet. En God had hem gezworen dat een zoon uit zijn familie na hem de Messias zou zijn en koning zou worden. En omdat hij een profeet was, heeft hij een toekomst gezien. Die psalm eigenlijk. Want hij in die psalm, zij ging over de opstanding van de Messias uit de dood. Hij zei dat de Messias niet in het dodenrijk is achtergelaten. En dat zijn lichaam is vergaan. Is niet vergaan. Of niet is vergaan. Want deze Jezus is door God uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Wij hebben dat zelf gezien. Dat zegt Petrus. Ga ik terug naar vers 18.
De knecht zegt, hij is een dappere held. Nou, de vorige keer heb ik gelezen in hoofdstuk 1 of hoofdstuk 17 van Samuel. Het ging over het gevecht of het conflict tussen Samuel, of tussen David en Goliath. En eigenlijk dus het gevecht is nog niet gegaan. Dus hoe weet de knecht dat David is een dappere held? Mensen waarschijnlijk, omdat zitten ze in één niveau. Dus deze dappere knecht, of deze knecht en David, die was ook gestoten door zijn broers, denk ik. Dan zitten ze in één niveau, de geest brengt hem tezamen. En hij weet dat hij zijn dappere held, omdat David zegt zelf, in het volgende hoofdstuk tegen Saul, dat ik heb gevochten tegen leeuwen, of tegen leeuwen en tegen beren. Heb ik ze ook verslagen. Dus meest waarschijnlijk, deze knecht heeft dit gehoord eigenlijk. En hij zegt het tegen Saul, dit is een dappere held. Een strijdbare man. Even kijken. Wat zegt de Bijbel? De Heere is een strijder. Heere is mijn naam. Dat staat in Exodus. Strijdbare man, denk ik soms aan het hoofdstuk van hoofdstuk 7, een Richter, aan Gideon. Die was ook een strijdbare man eigenlijk. Het is een soort, kun je zeggen, strijdbare man, dat is een verlosser eigenlijk. Die verlost zijn volk. En zegt hij verder in vers 14... Ter zakenkundig. En kunnen we terug naar Psalm 78, dacht ik. Even. Ja, Psalm 78. Alleen zijn nou de versen 71 en 72 aan de orde. Hij hoefde geen schapen meer te weiden, maar nu een volk, het volk van Jacob, Israël, werd zijn nieuwe kudde. David weidde het volk met een oprecht hart en gaf het kundig leiding. Met andere woorden, het is een man met kennis, met inzicht, intelligent, wat deze knecht ziet in David. En knap van gestalte, dat hebben we ook de vorige keer gelezen in hoofdstuk 16. Die was rossig, mooie haar, mooie ogen, stralende ogen had hij. En zegt hij, de Heere is met hem. En dat spreekt mij aan, het meeste eigenlijk, in deze vers. Dus mooi in de omgeving, dus deze jongen die kent, of deze knecht die kent David. En in zijn omgeving, hij weet wie David is. En het is, de Heere is met hem, dus hij ziet dit eigenlijk. Wij kunnen dat ook een parallel brengen met Jozef in Genesis 39... Er stond in vers 2 bijvoorbeeld, en de Heere was met Jozef. En hetzelfde hoofdstuk zegt, doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem. En ik bedoel, als God is met je ook in de goede tijden, maar kan ook zijn in slechte tijden. Want Jozef ging ook de gevangenis in. En hij was een slaaf eigenlijk. En we lezen in Johannes 3, 2... Het verhaal van Nicodemus, die ging stiekem naar Jezus Christus in de nacht. Er was een fariseer die Nicodemus heette. Hij was een van de Joodse leiders. Midden in de nacht kwam hij naar Jezus toe en zei, wij weten dat God u gestuurd heeft om onze leraar te zijn. Met andere woorden, rabbi, zei hij, wij weten dat u leraar bent die van God gekomen is. En het verhaal van Petrus en Cornelius, dat de visioen eigenlijk, staat in Handelingen hoofdstuk 10, de vers 38, staat erop hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft, dat zegt Petrus, met de Heilige Geest en met kracht in hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Het is mooi als de mensen zeggen over jou, God is met je. Maar ook in de goede tijden, maar ook in de slechte tijden. In vers 22 staat erop dat
Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen, laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. Daar kom ik straks terug op. En, nu wil ik eigenlijk naar de volgende hoofdstuk, hoofdstuk 17. Er gaat het over het conflict tussen de Israëlieten en de Palestijnen. En ik zou met vers 12 beginnen, maar ik wil niet het hele stuk lezen. Het wordt het hele lange stuk. En hier wordt herhaald eigenlijk wat we hebben gelezen in hoofdstuk 16 de vorige keer. David nu was de zoon van de man uit Ephrata uit Bethlehem Juda, van wie de naam Isaï was en die 8 zonen had. In de dagen van Saul was deze al te oud om met mannen mee te gaan ten strijde. 3 oudste zonen van Isaï gingen op weg. Zij volgden Saul ten strijde. De namen van zijn 3 zonen die ten strijde trokken waren Eliab, de eerste geborene, en zijn 2e Abinadab en de 3e Samma. David was de jongste en de 3 oudsten waren Sauls gevolgd. Maar David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. De Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. En Isaï zei tegen de zoon David, neem toch voor je broers een eva van dit geroosterde koren en deze 10 broden. En breng ze snel bij je broers in het leger. We zien dat David komt hier op het toneel eigenlijk. En vader Isaï maakt zich zorgen om zijn kinderen, de 3 zonen. En hij zegt, nou neem een brief en neem eten en ga maar heen ter bevestiging dat het goed gaat. Wij zien dat bijvoorbeeld in Genesis toen Jacob stuurde Jozef naar zijn broer. Hij is niet meer teruggekomen, want hij was verkocht als slaaf. David komt hier terug bij zijn vader uiteindelijk als een held. Dus het is een contrast. En gaat hier de 3 zonen, die staan ook erbij eigenlijk. Ik weet het niet, maar volgens mij, het is meer van, profeet Samuel kijkt naar deze 3 zonen als een soort kandidaten. Want weet, Samuel heeft eigenlijk in het vorige hoofdstuk David gezalfd. Dus met andere woorden, Samuel weet dat de dagen van Saul zijn opgeteld of afgeteld. En hij denkt dat de 3 zonen, de eerste 3 zonen, een van deze 3 kunnen Saul misschien vervangen als koning. Maar toch, God heeft hem de vorige keer de les geleerd van, je moet niet naar de gestalte kijken. Want de keuze is gevallen op David en niet op de oudste zonen. Maar ja, in ieder geval, we lezen in, David was de jongste, dus de 8e zoon. En hier lezen we verder op dat Goliath 40 keer en 40 keer is geweest, dus morgens en 's avonds, dus 80 keer in totaal eigenlijk. En hij ging het volk Israël tarten eigenlijk. En verderop lezen we dat het volk Israël was bevreesd en ontmoedigd. Oké, in Samuel 17 staat erop dat in vers 18 tot en met 12, dat Goliath heeft de volk bespottelijk gemaakt, belachelijk gemaakt. Dus hij eigenlijk tart de slagorde van Israël. En daarna zien we in Samuel 17, vers 18. Staat hier in vers 20. Hij liet de schapen achter bij andere herder. Dat is David. Hij liet de schapen bij een hoeder.
en nam het voedsel en ging op weg zoals Isaï hem bevolen had. Dus een vergelijking met Saul, die heeft zijn ezelen in gewijd eigenlijk. David zorgt voor zijn schapen. Hij laat ze bij iemand anders. En dan gaat hij naar het kamp, naar het legerkamp. En dan aan vers 26 gaat het verder tussen Goliath en David. Hij de gelederen van de levende God durft te honen. Dus het ging verder, niet alleen het volk Israël, maar ook het volk, ook God van Israël. Hij heeft hem belachelijk gemaakt. En hier denk ik ook aan het 10 plagen in de tijden van Mozes. Hoe Farao heeft ook eigenlijk een weerstand gestaan tegen Mozes. En hij wou het volk niet loslaten. En hier zien wij ook terug eigenlijk door Goliath eigenlijk, die tart op God van Israël eigenlijk. En hier staat ook in vers 28, toen Eliab zijn oudste broer hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab een woede tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Met andere woorden, wat kom je hier te doen? Hij zegt in vers 36, uw dienaar heeft zoveel leeuw als bier verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Belachelijk gemaakt. Getart eigenlijk met het God van Israël. En dat kan David niet hebben. En in vers 43 staat erop, de Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met stokken naar mij toekomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar mij toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, hoe komt naar mij toe met een zwaard, met een spier en met een werfspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere, van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. En dan lezen we verder een vers 52. Toen stonden de mannen van Israël en Juda op, juichten en achtervolgden de Filistijn tot waar u bij de vallei komt en tot bij de poort van Ekron. Vers 54. David nam het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. Maar diens wapens legde hij in zijn tent. Dus als je denkt aan het strijd, dan ik heb een soort driehoek gemaakt. Dus een plaats heet Socho en een plaats heet Bethlehem, dus onder. En dan heb je Jeruzalem, is iets boven. Dus dat is een soort driehoek eigenlijk. Dus in Socho, dat was een vallei en daar heeft het gevocht gevonden tussen David en Goliath. David heeft gewonnen. Met één slag. En hij heeft het hoofd meegenomen. Niet naar Bethlehem, waar hij woonde. Maar naar Jeruzalem eigenlijk. Hij moest zijn overwinning, die hij heeft behaald, verkondigen in Jeruzalem. En dat breng ik ook in parallel met wat de Heer Jezus heeft gedaan aan de kruis eigenlijk. En dat lezen we ook in Matteüs, volgens mij 27. Om even te gaan naar kijken. Even kijken, waar staat het al? Hier. 27, Matteüs. En vanaf de versen 50. Nog eens schreeuwde Jezus het uit toen hij gaf de geest. Op dat moment schuurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder en dweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekleed
aan een groot aantal mensen. En hier zien wij eigenlijk, het evangelie brengt eigenlijk mooie nieuws eigenlijk. Hij gaat naar Jeruzalem en hij verkondigt eigenlijk de dood van een onschuldige mens. En dat is Jezus Christus, vergeleken met wat het verhaal van David eigenlijk. En als zij leest in Deuteronomium hoofdstuk 21, staat in de wet van Mozes, als zoiets gebeurt, dan moeten de oudsten eigenlijk schuldig genomen worden en een offer brengen, et cetera, et cetera. Maar hier in dit geval is Jezus Christus de offer is geworden eigenlijk. En de doden die zijn opgestaan, eigenlijk gingen ze naar de heilige stad, naar Jeruzalem. En zij hebben verteld blijkbaar over de Heer Jezus, over zijn overwinningen. Zij hebben gezien en gehoord. En dat is onze evangelie eigenlijk. Hij komt met mooie berichten, met mooie nieuws eigenlijk voor iedereen eigenlijk. En dat is een mooi stuk, vind ik, vergeleken met wat David heeft gedaan eigenlijk. Hij moest eigenlijk ook naar Jeruzalem om zijn overwinning die hij heeft behaald te verkondigen. Verderop, voor wie was Saul eigenlijk zichtbaar? Ik heb het ook genoteerd. Sowieso voor koning Saul eigenlijk. We hebben gelezen in de vorige hoofdstuk, hoofdstuk 16. Even kijken. Ik heb hem hier bij me. In hoofdstuk 16 hebben we gelezen, in vers 22. Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen, laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En in hoofdstuk 17 lees ik hier. Even kijken. Hoofdstuk 17 en vers 20 staat. Toen stond David 's morgens vroeg op en hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel en ging weg zoals Isaï hem bevonden had. De conclusie die ik kan trekken, dat David was wel zichtbaar in het leven van Saul. Maar Saul eigenlijk gedraagt zich hier met David uit eigen belang. Want hier in vers 16 zegt hij van, hij mag bij mij in de hof wonen. Maar hier zien wij in hoofdstuk 17, vers 20, dat David gaat telkens weer naar de schapen toe. Dus dat is niet waar. Dus het is eigenlijk, je gebruikt David alleen uit eigen belangen. We zien ook Saul zegt in vers 24 en 25, van degene die gaat tegemoet tegen Goliath, nou, geef ik hem mijn dochter en dat was Michal. Dus dat Michal was ook uitgehuwelijkd, min of meer. Beide mannen, of de stelsel hebben elkaar van gehouden, sowieso, dat merk je hier. Dus de tweede is, Michal, die was ook zichtbaar in het leven van David geworden. Alleen, we merken op dat Michal kon haar achtergrond niet echt achterlaten. En zij is meer genoemd de dochter van Saul dan de vrouw van David. En ja, ik denk de dag van vandaag hebben we ook heel veel christenen in heel veel kerken. Dat, ja, ze kunnen hun achtergrond misschien, hun afstammen niet alleen. Maar toch, zij hield van David eigenlijk. En zij heeft hem geholpen om te ontsnappen van de handen van haar vader. En zij heeft zijn leven gered uit de liefde. Dus ja, dat zijn de minpunten en de positieve punten. De derde die was ook zichtbaar in het leven van David, dat was Jonathan. Dat was een hele goede vriendschap. Zij hebben met elkaar heel veel te maken eigenlijk. En David, Jonathan heeft David ook lief gehad. Hij heeft hem ook van de dood gered. Dat hij mocht ontsnappen eigenlijk. En zelf, hij heeft zijn wapenberusting aan de voeten van David gegeven. Met andere woorden, Jonathan kon ook zeggen, ik ben de kroonprins na Saul, naar mijn vader, maar toch. Hij heeft David geholpen om te ontsnappen, want hij zag in hem, dat is de komende koning. En ik ben niet waard eigenlijk om dat te worden. Maar toch, dit is de agabe-liefde, die wil ik graag meedelen. Van, dit gaat verre van dat, verre van jouw vader of jouw familienaam of koningschap, noem maar op. En dat zie je niet zo vaak gebeuren hier, bij ons leven. En ja, dat spreekt mij ook aan eigenlijk. Dit is over de zichtbaar
of de personen die waren zichtbaar in het leven van David. Dus dat was Saul, zijn dochter Michal en zijn zoon Jonathan. En nu wil ik u, of u meenemen naar de minpunten of de tegenslagen van David. Heb ik het ook hier genoteerd, ik moet even zoeken. Oh ja, in 2 Samuel, hoofdstuk 11, het verhaal van Bathsheba en Uria, dus haar man heet Uria. Dit verhaal kent u wel. 2 Samuel, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 27. Ik zeg het heel kort, dat David heeft Bathsheba gezien en hij heeft haar man gestuurd naar de front. Uiteindelijk, hij is dood, dus aan een open dag en... Toen David heeft haar verkracht en heeft haar als vrouw genomen. Zij is zwanger geworden. Zij heeft een zoon gebaard. En God heeft David bestraft. De zoon is dood gegaan. Daarna lezen we verder van... er is een raadsman die heeft, van David, die heet Achitofel. Dat is een raadsman van David. En we kunnen zeggen... Die is in opstand betrokken met de zoon van David, die heet Absalom. Dat is ook in 2 Samuel, hoofdstuk 16. En de link tussen Achitofel en Bathsheba, die vrouw, die heeft David misbruikt, dat was dat hij was haar opa. En Achitofel heeft eigenlijk in opstand betrokken met de zoon van David, dat is Absalom. Alleen, waarom heeft hij dat gedaan? En dan kun je merken van... Achitofel had wrok in zijn hart. Hij had pijn in zijn hart van wat David heeft gedaan eigenlijk met Bathsheba en met Uria. Want hij was de opa van Bathsheba. En hij ging in opstand eigenlijk met de zoon van David. Het was eigenlijk een samenzwering. En zien we dat in heel veel kerken, ook met heel veel broeders en zusters, van je hebt soms met elkaar van alles en nog wat. Van, is er sprake van wrokheid, van bitterheid in je hart? Misschien bespreek je dat met je hier. Niet alleen voor vergevenis, maar ook dat je niet met elkaar gaat afschrijven en een soort wraak nemen. En... als zij kijkt naar David, David was een herder, een wijze man, de held eigenlijk, als vechter eigenlijk ook. Maar als vader weet ik niet, ik durf aan te zeggen van, was hij een goede vader voor zijn kinderen? Had hij de tijd eigenlijk? Denk ik niet. Alleen, wat hij zegt eigenlijk, David tegen zijn zoon Salomo, en Salomo is geboren van deze vrouw Bathsheba. En wat zegt hij in 1 Kroniek, in hoofdstuk 28, de vers 9... En ga mijn zoon Salomo kende God uw vaders en dien hem met uw volkomen hart. Met andere woorden, David is na zoveel jaren is blootgesteld aan de Heer en hij is veranderd. En ook veranderd met Salomo eigenlijk. En dat is ook een les voor ons als ouders. Misschien, ja, wij geven niet de juiste of de goede opvoeding volgens de Bijbel. En ik denk, het is niet voor niets dat je deze preek hoort van... David, denk ik, heeft van zijn fout geleerd. En het is belangrijk om met onze kinderen over de Heer Jezus te praten. Ook als zij niet luisteren. Gewoon zeg het. En dat vraagt de Bijbel ook van ons eigenlijk. Ooit was ik ook net als Saul, als ik mag over mijzelf praten. God heeft ook op mijn hart geklopt, maar ik wou niet luisteren. Dat was in het jaar 2003, 2004. En op een gegeven moment, ja, kon ik niet meer. Het was heel moeilijk. En ik geloof ook in de weg van Petrus en in de weg van Juda. Neem maar de weg van Petrus, die heeft hier veroorloogd. Maar toch,
hij heeft gekozen voor de Heer Jezus. Of blijven in de wereld. En ja, de wereld is eigenlijk dood. Dat is als ik mag spreken over mijzelf. En ik heb het ja-woord gezegd tegen de Heer. Van, ja, ik kies voor jou, radicaal. En eigenlijk, onze geloven is het ook een soort proces. Dat heeft tijd nodig om te groeien en te bloeien. En als ik kijk naar type Shaul. Dat is een gelovige die eigenlijk kiest de korte routes. En mocht je zoals hem zijn, dan nou, probeer te veranderen eigenlijk. En wees net als David, een man naar Gods hart eigenlijk. Dat was mijn preek.